girl. I'm a nice guy. Look her in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey mensen, heel goedemorgen. Wij gaan vandaag iets heel leuk doen. Wij gaan vandaag richting Coolblue, want wij hebben een nieuwe camera besteld en we gaan die vandaag gaan ophalen. Welke camera dat ik ga halen, gaan jullie zien en dat gaan jullie ook meemaken vandaag. Dus we gaan vandaag een overgang maken van de oude camera naar de nieuwe. Dus mensen, van harte welkom. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken. Maar ik ben niet alleen thuis. Mijn madame is gaan werken, maar ik ben niet alleen. Een moment toe. En daar is my dad. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dus zodat je nu ziet, sta ik klaar op punt voor te vertrekken. Dus ik moet alleen nog mijn naam aan doen. En dan kunnen we op ons gemakje vertrekken, mensen. Dus als je me terug gaat zien, ben ik met Coolblue. En ik zie jullie later. Hey mama, welkom terug. Zoals je ziet ben ik nu aan het wachten op de lift, want ik ben nog even moet nog pakketjes gaan ophalen, want die besteld had met mijn madame. Ik heb sandalen besteld en mijn madame heeft gewoon schoenen besteld via Shein, dus dat wordt ook al leuk. We gaan nu ook even subiet de camera instellen, want de camera is nu aan het opladen. En dan gaan we dit statiefje instellen, wat ik getoond heb, dus de USB is aan het opladen. En het statiefje kunnen we dan ook achteraf instellen. Dus de mensen, ik zie jullie straks als ik terug ben. Want als ik aan het rijden ben, kan ik ook niet filmen. En als ik in de winkel ben, mag ik ook niet filmen. Dus dat is gewoon een beetje respect hebben voor de privacy. En mensen, we gaan ook zaterdag, het is een kleine update voor zaterdag. Dus we gaan zaterdag, ga ik ook niet alleen naar Sluizen, maar ik ga ook naar Doel. Dus mensen, maar dat is voor een heel ander, dat is voor een nieuw kanaal dat iemand start. Dus ze hebben mij gevraagd of ik mee wil gaan in de steun van hun. Dus maar ik ga jullie dat allemaal laten weten zaterdag. En dan gaan we elkaar sowieso veel doen. Dus er is daar een hele lange dag te wachten zaterdag. Dus ja mensen. Ik ben wel benieuwd. Dus ik ben hyped daarvoor. Voor mij is dat wel belangrijk. Dus mensen, ik zie jullie strakjes als ik terug ben. Dan zetten we de camera goed in. En dan neem ik jullie sowieso mee. En dan doen we een testje met de nieuwe camera. Dus mensen, ik zie jullie later. Strakjes. Hey mensen, welkom terug. Zoals je ziet is dat de nieuwe camera dat we nu aan het testen zijn. Ik ben nu samen met papa. Hallo. Dus mensen, ik ben wel benieuwd naar de kwaliteit. Dus zoals je ziet is het volledig nieuw. Dus een betere werking. En mijn beeld is echt wel goed. Dus ik weet dat ik aan het filmen ben of niet. Dus mensen, zoals je ziet, daar zit papa. Dus dat was gewoon het testje. Dus ik zie jullie straks later terug. Dus later. En we zijn onderweg naar beneden. Oh my, echt goede. Qua geluid ook, is dat een keer beter. Nummer 2, nummer 1.
En we zijn toegekomen op 0. Woehoe. Moet dat zo nog eens doen. Ik heb een billen nu. Oké. What the fuck is going on hier? Voilà, en we zijn bij de Brommer mensen. Dus we zien elkaar. Ceviches, later. Ziezo mensen, wij zijn nu toegekomen en we zijn aan het wachten op mijn madame. Want ze heeft bijna gedaan met werken, dus ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren voordat we haar gaan zien. Dus, maar ik ben in de stad, zoals je ziet, aan de Zonnestraat. Dus we zijn nu aan het wachten op mijn madame, zoals ik zei. Ze heeft bijna gedaan, we gaan dan eerst achter een broodje voor papa. En dan gaan we ook nog de video verder bewerken. Want ik vind het wel leuk om het met die nieuwe camera te doen. Dus het toont ook veel professioneler. Dus het geluid is echt super. Dus mensen, we zien elkaar straks. En ik laat jullie zien als we met madame hier is. Dus, tot ziens. Hey mensen, welkom terug. Zoals je weet zijn we nu thuis gekomen. En ik ben hier samen met mijn baby. Zo. Hoi hoi. Hoi, hoi. En hoe was op je dag werkdagje? Goed. Goed. Druk. Ja, dat is wel belangrijk. Dus, dat is goed. En dan zo, wij gaan vandaag nog een beetje relaxen. En dan morgen is het ook een leuk dagje. Morgen is mijn baby trouwens thuis. En wij gaan morgenavond iets leuk doen. Maar ik ga nog niet zeggen wat. Dus mensen, vergeet sowieso niet te abonneren. En te volgen op Twitch en volg mijn baby op TikTok. Dus ja, we moeten misschien de link doorsturen. Dus mensen, en vergeet ook hier niet mijn papa te sturen, want hij zit ook al aan zijn over de 800 volgers op zijn 800 leden op Music Memories, waar ik ook lid van ben. Dus kom een keer gerust een kijkje nemen. Laat een keer een lieve reactie achter. En stel dat mijn papa een YouTube-kanaal zal starten. Of ooit iets. Of een eigen radio zal starten. Laat me weten. Als jullie tips hebben voor hem, is het gemakkelijk voor papa. Dus laat het gewoon weten in de comments. En laat er gewoon een leuke avond van maken. Geniet van jullie avond en tot morgen.